Paraguay is de Nederlands kampioen. Kom, kijk, kom op! Goed zo, die focus, die focus. Ik ben zo zenuwachtig. Ik ben vroeg opgestaan. Ik kon niet goed slapen. Ik ben meer zenuwachtig dan Kai, denk ik. Ja, wat het enorm spannend maakt is vooral dat het een soort van loterij is. Waarbij ja, iedereen eigenlijk kans maakt op goud bij 500 meter. Eén iemand kan een fout maken en ja, iemand anders is de kampioen. En hij mag natuurlijk maar één rondje schaatsen. Dus ja, hij moet het meteen goed doen. En natuurlijk het feit dat het één keer in 4 jaar is. Dus het is, er zit heel veel druk bij. Laat ze 100 meter echt pakken op de rust. Ja. Kom op! Oh my god. Goed zo. 63. Kai voorbij. Meldt zich in de subtop. Mijn spanning is helemaal over. En jammer was het, maar ja, Kai heeft wel goed gedaan. Nou, zijn best gedaan, denk ik. Maar hij is nu 14e, als het goed is. Het is niet bepaald wat ik had verwacht, eerlijk gezegd. Ik had gehoopt dat hij inderdaad de top 10 zou halen. Ik weet gewoon dat hij beter kan. Ik hoop gewoon dat hij inderdaad, wat Len al zei, gewoon al deze energie zeg maar meeneemt naar de 1000 meter, met al die frustratie, al deze takeaways inderdaad, en dan gewoon knalt op de 1000, want dat is eigenlijk waar het moet gebeuren. Valpartij 30 en een harde valpartij, zeg zo, inderdaad. Jullie bleven de hele tijd keurig zitten tijdens alle andere races. En zodra Kai van start ging, jullie twee stonden eigenlijk meteen op en zijn daarna op de grond gaan zitten. Is dat ook een vast ritueel? Nou, eigenlijk, ik ga meteen staan, want ik ben gewoon heel fanatiek. En Len ook, zeg maar, wij, omdat ze zelf hebben schaatsen, is het eigenlijk ook een beetje voelen dat je daar ook, zeg maar, zelf in zit. En dan ga je meteen staan, want ik wil eigenlijk, zo van de energie die Kai heeft, wil ik ook een beetje, ja, meebeleven, zeg maar. Op de grond is meer dat we gewoon meer van de stress, gewoon even van de ontlading, zo van, ja. Even landen hoor, op de grond. Ja, dat, ja. Drie Aziaten op het podium.